¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todos bien? Wait, wat? Wat zei je nou, Yara? Hola y bienvenido bij deze video Spaans leren in 4 minuten, deel 2. Heb je mijn vorige video met Spaans leren in 4 minuten nog niet gezien? Dan zou ik die eerst maar even kijken, dan begrijp je de rest van deze video beter. Waaronder waarom ik de V uitspreek als een B. Empezamos! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todos bien? Wait, wat? Wat zei je nou, Yara? Ik vroeg hoe het met je gaat, of alles goed gaat. Dit waren 3 voorbeelden hoe je dat kan vragen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En todos bien. Bien, gracias. Je geeft dan aan dat alles goed gaat en je sluit het af met gracias, bedankt. In het Spaans plaats je aan het begin van de zin al een vraagteken of een uitroepteken als die ook achteraan de zin staat. Zo weet je bijvoorbeeld aan het begin van de zin al of iets een vraag is. Dit doen ze door het teken op de kop te schrijven aan het begin van de zin en aan het eind van de zin zoals wij in het Nederlands gewend zijn. Nu ga ik jullie vertellen wat de 3 meest voorkomende persoonlijke voornaamwoorden zijn. Yo betekent ik, tú betekent jij en nosotros betekent wij. Vervolgens zijn er 3 belangrijke werkwoorden in het Spaans. 1 is hablar. De H spreek je dus niet uit aan het begin van een woord. Hablar. 2 is vivir. Dat betekent een wonen en leven. En 3 is tener. Dat betekent hebben. Voor de ik-vorm plaats je achter een werkwoord, achter de stam, een O. De stam maak je door de laatste 2 letters. Dat kan zijn IR, ER of AR. Door die weg te laten. Dan hou je de stam over en daar plak je een O achter en dan heb je de ik-vorm. Dus hablar, het woord ab. En er komt een O achter. Dan heb je hablo, yo hablo. Ik praat of ik spreek. Vivir wordt vivo, yo vivo. En tener is een onregelmatig werkwoord. Daarbij gaat de ik-vorm een klein beetje anders doen. Dan wordt het yo tengo. Er komt nog een G voor. De wij-vorm maak je door uiteraard weer de stam te pakken. En er vervolgens bij een werkwoord dat eindigt op IR. Er imos achter te plakken, een werkwoord dat eindigt op AR door amos achter te plakken en een werkwoord dat eindigt op ER door er emos achter te plakken. Dus hablar wordt hablamos, vivir wordt vivimos en tener wordt tenemos. Als laatste wil ik nog wat zinnen met jullie behandelen uit hele bekende Spaanse nummers, zodat je voortaan weet wat je nou eigenlijk aan het zingen bent. Nummer 1 die ik met jullie ga behandelen is La Cucaracha. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las 2 patitas de atrás. La cucaracha, dat betekent kakkerlak, de kakkerlak. En ze zingen dat de kakkerlak nog niet kan lopen. La cucaracha, ya no puedo caminar. De kakkerlak, kan nog niet lopen. Het volgende nummer is Con Calma. ¿Cómo te llamas, baby? Dat betekent, hoe heet jij, baby? Daarna zingt hij. Yo quiero ver como ella lo menea. Dat betekent, kalmpjes aan, ik wil graag zien hoe jij schudt met je heupen. Dit was Spaans leren in 4 minuten, deel 2. En dan zeg ik nu adios. Adios!